Geliefde gemeente, jongeren, alle gasten die in het bijzonder in deze dienst aanwezig zijn, van harte welkom toegewenst. Deze dienst zal voorgaan, dominee Mulder. De schriftlezing zal zijn uit Psalm 81, met als thema, doe je mond open. In deze dienst zullen 3 kinderen uit onze gemeente worden gedoopt. Medeleerlingen van de kerkenraad. Aanstaande woensdag zal er een bezinningsmoment zijn voor het heilige avondmaal. U kunt zich morgenavond, maandagavond 20 september aanmelden via aanmelden@pniel.nl. Volgende week zondag hopen we met elkaar het heilige avondmaal te vieren. Dat zal op dezelfde manier gebeuren als de vorige keer. Dat betekent dat er 3 diensten zullen zijn. De eerste dienst om 9 uur, dan zijn de wijken 6, 7 en 8 uitgenodigd. De tweede om 11:15, dan zijn de wijken 1, 2 en 3 genodigd. En om 5 uur de wijken 4 en 5. De uitnodigingen zullen op 22 september worden verstuurd. En u heeft de gelegenheid om zich voor vrijdagavond 24 september aan te melden. De collecte kunt u overmaken op de gebruikelijke wijze. We zullen beginnen met samen te zingen Psalm 31, vers 15 en 17. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Reft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie-enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit een psalm die prachtig past bij de doop, bij de geboorte van kleine kinderen. En dat is psalm 139, het 8e en het 9e vers. We mogen samen onze mond open doen. Dat hebben we net gedaan met zingen. In het tekstgedeelte wat we straks op ons in zullen laten werken, worden we opgeroepen. Doe je mond open. Prachtig. En zullen we dat dan straks ook doen als we belijdenis hebben afgelegd van ons geloof. En dan zullen we zingen uit Psalm 17, het 3e vers. En dan zingen we in de 5e regel. Ik roep u aan. Dus de Heer die roept ons op. Doe uw mond wijd open. En dan zegt Psalm 17, vers 3. Ik roep u aan, ik doe mijn mond inderdaad open. De diepsalm zingen we nadat ons geloof beleden hebben. En blijd u en blijd jij in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we samen gaan lezen uit het formulier voor de bediening van de Heilige Doop, zullen we eerst in het gebed tot de Heere gaan. Zullen we samen bidden. Heere onze God, wij danken u dat u degene bent die ons oproept om onze mond te openen. En dat u belooft die dan te vullen. Nou Heere, hier zijn we. Als gemeente openen we onze mond en vragen wij u, vul ons, Heere, vul ons met uw liefde, met uw genade, met uw kracht. Vul ons met uw Heilige Geest. En Heere, als uw woord ons zegt, wordt vervuld met de Heilige Geest, dan bidden wij u, Heere, dat u geeft dat niets ons zal belemmeren om gevuld te worden. Tegelijk, Heere, als we dat bidden, dan weet u net zo goed als wij, of nog beter dan wij, dat er heel wat kan zijn wat ons belemmert om gevuld te worden. Heere, wij vragen u om vergeving, omdat er zoveel momenten zijn dat we onze mond misschien wel open doen, maar niet naar u. We vragen u vergeving, Heere, voor al die keren dat we onze mond open deden en het was niet zuiver wat eruit kwam. We vragen u om vergeving, Heere, voor die momenten dat u ons wilde vullen, maar dat wij al veel te vol waren met van alles en nog wat. En vragen u vergeving voor die blokkades die wij soms zelf zo makkelijk opwerpen. En we bidden u, Heere, breek daar vanmiddag dwars doorheen. Geef dat we allemaal, jong en oud, een rijk gezegende dienst mogen ontvangen uit uw hand. Van u hier in de kerk zijn, of op afstand de dienst meebeleven. Heere, we zijn diep afhankelijk van u. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Wees dan in het bijzonder ook bij de doopouders. Een bijzondere dienst is als zij een kindje wat dan door u aan hen toevertrouwd is, ten doop mogen houden. En wij bidden u voor hen. Geef ze een goede dienst. Zegt u Jelle en Aafke van de Kamp.
als ze met Moos voor uw aangezicht verschijnen, met een doop mogen houden, zegent u hen als gezin, heren, alles wat er op hen afkomt. Zegt ook Erik en Sharon van Manen, als het voor hen niet de eerste keer is dat ze een kindje ten doop mogen houden, heren, zegent ze ook nu. Nu ze samen met Rosalind en Remy in de kerk zijn, straks Fleur ten doop mogen houden. Heer onze God, zegt u ook Nico en Mirjam van Roekel, als ze voor de tweede keer een kindje ten doop mogen houden. Zegent u ze, heren, als ze samen Jip naar de doopvond zullen naderen, misschien meester ook wel bij is. Heren, zegent u zo de doophouders, zegent u hen als gezinnen. Geef dat ze vol mogen zijn van u. Geef daar waar de leegheid is van onszelf, geef uw volheid in hun leven. Heren, zegent u ons als gemeente, geef dat we om hen heen mogen staan. Heren, we zijn dankbaar voor alle kinderen die u aan onze gemeente hebt toevertrouwd. En we bidden u, heren, geef dat onze gemeente een goede, een veilige plek mag zijn waarin kinderen u mogen leren kennen. Waarin ze een indruk mogen krijgen van u. Geef dat het thuis voor ons ook zo mag zijn. Heer onze God, kunnen we niet in onszelf. En wilt u ons daartoe ook rijk zegenen en geven dat deze dienst daar ook aan mag bijdragen. Heren, zegt u ieder die kinderen uit uw hand mocht ontvangen. Help ze bij de opvoeding. U weet, heren, ook van mensen die zorgen hebben over hun kinderen. Of verdriet over hoe het loopt of gelopen is. U weet het, heren. Troost u. Geef kracht en moed. Help om vol te houden. Heer, u weet ook dat het soms zo pijnlijk is als je geconfronteerd wordt met de kinderzegen van een ander. Dan kun je blij zijn, maar als je dan zelf geen kinderzegen mag ontvangen. Heer, u weet wat dat kan doen. Geef troost en kracht. Wees nabij. Heer, zegent u zo ons allemaal. Nu alleen door het leven gaan, getrouwd zijn, een heel gezin hebben. Heer, we hebben uw zegen vanmiddag weer nodig. Heer, wilt u zo ons als gemeente met gasten zegenen en ons nabij zijn. Laat de dienst in goede orde mogen verlopen, zodat het past bij een leven met u. Dat we gebouwd worden in het geloof. En dat tot eer mag zijn van uw heerlijke, grote naam. Want u bent goed, Heere. U bent het waard om onze lof en dank ook vanmiddag weer te ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Zullen we samen het formulier gaan lezen voor de bediening van de heilige doop? De hoofdsom, de samenvatting van de leer van de heilige doop, omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft,
worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbare getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook, zonder het te weten, in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hiervan uitvoeriger te onderwijzen. Zingen wij nu eerst met elkaar uit Psalm 105, het derde vers. En onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid. Waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien. En door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Omdat zij met hem in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan in een nieuw leven.
hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wil ik jullie graag de vragen stellen en zouden jullie daarvoor willen gaan staan? We horen dat de kinderen aanwezig zijn. Hartstikke mooi, prachtig. Ik wil de vragen stellen. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beluidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en de artikelen van het christelijk geloof vervat is en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder van de Kamp? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder van Manen? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder van Roekel? Mooi om jullie je ja-woord te horen geven. En waar ik aan moest denken, de voorbereiding op deze preek, deze dienst, is dacht, ik weet natuurlijk niet hoe de verdeling zal zijn met schoonmaken bij jullie. Kijk, als je nog maar één kleintje hebt, dan is het misschien nog eenvoudiger dan met drie of met twee. Maar ik kan me voorstellen dat je soms heel blij bent met schoonmaakmiddelen. Gelukkig zijn die er. Want ja, je hebt soms momenten, denk ik, dat je net gestofzuigd hebt. En ja, dan kun je daarna gewoon weer beginnen. Of dan heb je net de ramen gezeemd en weer die vette vingers erop. Of die kleren komen net schoon uit de was en ja, een kwijl erop of viezigheid. Gelukkig zijn er schoonmaakmiddelen. Nou ja, ergens werkt in het geloof ook zo. Wij zijn van die mensen, wij maken onszelf zo makkelijk vies. Schuld, zonde, door wat we doen, door wat we zeggen, nalatigheid. En gelukkig zijn we in de kerk vanmiddag. En worden we weer bevestigd. Er is een schoonmaakmiddel, als ik het zo mag zeggen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En dat bid ik jullie toe, dat jullie daaruit zullen leven. Als vader en moeder, als gezin. Dat jullie kinderen zullen merken, maar daar leven onze papa en mama van. En gemeente, dan kijk ik ook even naar u. U hoort de kinderen in de kerk en u ziet de ouders hier staan. Zullen dan ook biddend om ze heen staan. Zullen wij met elkaar naar staan, ook nog steeds in coronatijd. Dat we als gemeente samen een warm bad voor gezinnen zullen zijn. Voor kinderen zullen zijn. En dat ze hem niet alleen zeg maar in de kerk hun gehuil zullen laten horen, maar ook zullen lachen en blij zullen zijn. En ze iets zullen ervaren vooral van wie de Heer Jezus voor hen wil zijn. Zingen we nu met elkaar een lied, de bundel Weerklank, lied 309, het eerste, derde en vierde vers. En daarna zal de doopsbediening plaatsvinden en dan zingen we met elkaar vervolgens Psalm 105, het vijfde vers. Thank you.
Moos Jan Michiel van de Kamp, ik doop u in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Ik geef jou mee Psalm 84, vers 3. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Fleur van Manen, ik doop u in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Geef u mee op Psalm 84, vers 6. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaande wegen. Jip Hubert van Roekel, ik doop u in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. En ik geef u mee op Psalm 84, vers 12. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Zullen we samen het dankgebed bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Omdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Zullen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 81, het eerste en ook het 11e vers.
Leest u met mij mee uit Psalm 81 en vervolgens ook met mij mee zingen uit Psalm 81, vers 12 en 13. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Psalm 81, vers 12 en 13, nadat we samen deze hele psalm gelezen hebben. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van Asaf. Zing vrolijk voor God, onze kracht. Juich voor de God van Jacob. Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp en de luit. Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan op onze feestdag. Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jacob. Hij heeft deze instelling tot een getuigenis in Jozef, nadat hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. Ik heb de last van zijn schouder weggenomen. Zijn handen hebben de manden losgelaten. In de benauwdheid riep u en ik redde u. Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u bij het water van Meriba. Mijn volk, zei ik, luister en ik zal onder u getuigen. Israël, als u naar mij luisterde. Er mag onder u geen andere God zijn. U mag zich voor geen vreemde God neerbuigen. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan. In korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Wie de Heere haten, zouden zich geveinsd aan hem onderworpen hebben. Maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn. Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. Zongen net met Psalm 81, dat de Heere tegen ons zegt, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, dus doe je mond open. Na het amen van de verkondiging zingen we, ik heb mijn mond begeerig op open gedaan. Dat is Psalm 119, vers 66, en dan zingen we ook vers 86. Dat is Psalm 119, vers 66 en 86, na het amen van de verkondiging.
De kern voor vanmiddag is het laatste gedeelte van vers 11. Waar de Heere zegt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Het thema voor de preek is, doe je mond open. Dat is allereerst een bevel, maar dat klinkt ook een belofte. En als derde horen we het beklag. Het bevel, dat lees je wat we net lazen, het begin. Doe uw mond wijd open, dat is het bevel. En de belofte is, en ik zal hem vullen. En het beklag lees je in vers 12 en verder. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Gemeente van Christus, ouderen, jongeren, hier in de kerk, jullie thuis meekijkt, jullie als doopouders in het bijzonder, doe je mond open. Waar denk jij dan aan? Doe je mond open. Wat roept dat bij jou op? Moet jij dan misschien ook denken aan de tandarts? Ja, je kwam daar binnenlopen. Het was weer zover. Je stapte naar binnen. Gaat u maar op de stoel zitten. Stoel ging achterover. Doe je mond open. Nou ja, dat is niet altijd ideaal, toch? Niet altijd fijn, toch? Zo kort mogelijk. Noodzakelijk kwaad. Hopen dat als het een controle is, dat je er snel klaar mee bent. Doe je mond open. Of dacht jij misschien aan wat anders? Aan die keer dat jouw moeder met die pan kwam aanlopen en je rook het al. Oh nee, spruitjes. Dat is niet lekker. En je moeder deed er ook een paar bij jou op je bord. En je zag die lepel aankomen met een paar van die spruitjes. Doe je mond open en daar zat je. Kaken stijf op elkaar. Echt niet. Wil ik niet. Een verhaaltje over kindjes die je toch wel heel graag zouden willen eten, dat helpt ook niet. Je houdt je kaken op elkaar. Dit wil ik niet. Doe je mond open. En vanmiddag zitten we niet met elkaar bij de tandarts alsof het noodzakelijk kwaad is. Er komen ook geen spruitjes op tafel. Maar vanmiddag kijkt de Heere ons allemaal aan. En hij kijkt ons in het hart. En dan hoop ik dat u niet lijkt op die persoon bij de tandarts. Of die persoon die zo omgaat met de spruitjes. Maar dat u vooral lijkt op dat derde beeld. En dat is dat beeld van die vogeltjes. Ja, jongens en meisjes, dat beeld ken je wel, toch? Als dat vogelkastje, als je dat van bovenaf ziet en moedervogel komt er dan aangevlogen, nou, dan zie je het, hè? Dan zie je eigenlijk geen vogeltjes meer, dan zie je alleen maar van die geopende snaveltjes. Waar moeder of vadervogel nu mee komt, ja, dat wil ik hebben. Dat heb ik nodig. Daar doe ik mijn bekje wijd voor open. Nou, zo wil de Heer ons vanmiddag graag hebben. De Heer die weet dat wij niet kunnen zonder wat Hij ons wil geven. De Heer die weet dat er geen geestelijke groei kan zijn als we niet ontvangen. De Heer die weet dat het je dood wordt als je niet je mond opent voor Hem. De Heer die weet het ook als wij in de kerk zitten, of we zijn op afstand verbonden, en eigenlijk op de manier van de tandarts. Nou, het moet maar eventjes. Hoe lang duurt zo'n dienst? En je zit je tijd uit en je hoopt dat het snel weer voorbij is. De Heer weet het ook als jij hier zit, alsof een kerkdienst spruitjes zijn. Dat je denkt, hoef ik niet. Kaak op elkaar. Dit is niet voor mij. En de Heere, die komt naar ons toe vanmiddag. En ik hoop dat je iets ziet van wie Hij is. En Hij zegt, weet je hoe ik nou jou heel graag zie? Hoe ik je als doopouders zie? Je als ouderen en jongeren? Als die vogeltjes met die bekjes wijd open. Ja, Heere. Ik wil ontvangen wat u ons geeft. Herkent u dat? Als u zou moeten kiezen tussen die drie vanmiddag. Zit u vanmiddag vooral bij de tandarts? Zit u met spruitjes? Of zit u in dat nestkastje? Mondje wijd open. Ja, Heere, dit wil ik ontvangen. Nou, als we dit gedeelte gelezen hebben, dan valt op dat het een bevel is. Dat is het eerste waar we naar gaan kijken. Het bevel. Nee, het is niet, wil je alsjeblieft eens overwegen om een keer je mond open te doen? Zou je er eens even over na willen denken of dit misschien wat voor jou is? Nee, doe je mond open. Een bevel, een oproep met klem.
Doe hem open. Wijd open. Daar houden we niet zo van, hè? Als iemand je aankijkt en zegt, dit moet jij doen. Ik weet niet of het bij jullie thuis ook zo is. Nou, jullie zijn toch wat klein. Jullie zijn ook nog vrij jong, maar jullie zullen er zeker ervaring mee hebben. Dat als je zegt, ruim je speelgoed nou eens op, dat dat niet altijd gaat zoals je graag zou willen. Kinderen hebben soms hun eigen gedachten. Soms kan het helpen als je zegt, als je het opgeruimd hebt, krijg je een ijsje. Of als je het opgeruimd hebt, mag je even schermtijd. Nou, dan gaat het in één keer misschien wat sneller. Maar als je zomaar zegt, ruim je speelgoed nou eens op, dan gaat dat niet altijd vanzelf. Nou, zo gaat het bij kinderen, denk ik. Bij jongeren. En bij ouderen ook. En we laten ons niet automatisch gezeggen door God. Hebben ze onze eigen gedachten? Wie bepaalt dat? Doe het lekker zelf. Ik hou mijn kiezen stijf op elkaar. Dit hoef ik niet. Ja, zo kun je in de kerk zitten. Kun je er vanmiddag zitten. Maar, broeders en zusters, oudere, jongere, jongens en meisjes. Vanmiddag komt dus niet de tandarts naar je toe. Om je een kies uit te trekken zonder verdoving. Zitten we hier niet om een spruitjes door je strot te duwen. Maar komt de Heere tot ons. En moet je eens kijken aan het begin van vers 11. Hoe de Heere zich laat kennen. Degene die zegt, doe je mond open, dat is, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte leidde. Ik ben de God die jullie geleid heeft op een onmogelijke manier. Iedereen dacht, dat kan nooit. Maar ik deed het. Ik bevrijdde jullie uit de klem van Egypte. Ja, dat werd gekleurd in vers 7 en 8. Is het je opgevallen? Erin tekende de Heere wat hij gedaan heeft voor het volk. Vers 7. Ik heb de last van zijn schouder weggenomen. Zijn handen hebben de manden losgelaten. Weet je welk beeld dat oproept? Dat is het beeld van die slavenarbeid in Egypte. En wat moesten ze slaven? Wat moesten ze hard werken? Zelf het stro halen in de manden. Zelf stenen bakken in de zon of in de oven. Hard werken, metselen, huizen bouwen, steden bouwen. Hollen, rennen, doorgaan. Als je niet hard genoeg werkte, de zweep erover. Zo was het. En dat niet alleen. Je kon er ook een moeder tegenkomen. Misschien de verte horen. Nee, riep ze. En je hoorde de plons in de Nijl. En je wist, er is weer een kindje in de Nijl verdronken. Verschrikkelijk. Dat was de situatie daar. En de Heere zegt, je werd in de klem gehouden. Maar ik heb jullie bevrijd. Ik heb dat juk van je afgehaald. Die zware manden die je moest dragen. Ik heb ze van je afgenomen. Ik heb jullie bevrijd. Vers 8. In de benauwdheid riep u. Jullie weten hoe het was toen jullie je mond opendeden in de benauwdheid. Jullie riepen tot mij. En wat deed ik? De Heere zegt, ik redde u. Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder. En jullie hadden het moeilijk. Jullie openden je mond. En ik luisterde. Uit de schuilplaats van de donder. Ja, zo was het bij de Sinaï. Die berg rookte en beefde en er was onweer en donder. Iets van de heiligheid van God was er te merken. Zo zorgde de Heere. Zo is Hij. En daarom wordt deze psalm ook wel aangeduid als een psalm voorbij het Loofhuttenfeest. Het feest waarbij gedacht wordt aan hoe God zorgde. Hoe God het volk leidde door de woestijn op een ongekende manier. Om daaraan terug te denken. Herinneren aan wie de Heere was. En die God, die zo kan bevrijden, die zo goed voor zo'n volk is, die komt naar ons toe. Nee, niet als de tandarts. Niet als iemand die wat ons door de strot wil drukken. Maar hij komt naar ons toe. Als degene die zegt, weet je hoe je aan het leven komt? Heb ik jou gegeven? Weet je waar jij je energie vandaan had? Is een geschenk van mij. Weet je hoe dat nog zoveel mooier duidelijk wordt? In onze Heer Jezus Christus. Die kwam naar deze aarde. Hij opende zijn mond en liet iets horen van barmhartigheid en gerechtigheid. Genade voor de grootste zondaren. Liefde voor wie zich bekeerde. Ontferming voor mensen die er niet op hoopten. Maar deze Jezus zien we ook op een gegeven moment zijn mond dicht houden.
Als ze hem daar zien staan voor het Sanhedrin. Als ze hem daar zien staan voor Pilatus. Als je hem daar ziet staan voor Herodes. Hij zwijgt. Zeg toch iets! Besef je niet wat ik kan? Jezus zwijgt en hij maakt waar wat er staat in Jesaja 53. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Jezus zweeg om ons vanmiddag er weer van te overtuigen wie hij wil zijn en hoe hij ons wil vullen. Als je iets ziet van wie hij is, een indruk daarvan hebt, dan zit je vanmiddag toch in de kerk met een houding van: Heere, ik doe mijn mond wijd open. Ik wil ontvangen, want ik kan niet zonder. En jullie als doopouders, het kan best wel eens lastig zijn om kinderen op te voeden. Het kan mooi zijn, maar ook wel eens moeilijk. Er zijn dingen waarvan je denkt geweldig, maar ook dingen waarvan je denkt: waarom nou zo? En waar mag je dan beginnen als ouders? Nou, ik zou zeggen hiermee. Open je mond maar naar de Heer. Wees maar ontvankelijk voor wat Hij jullie wil geven. Want als je daar vol van bent, dan mag je dat doorgeven aan je kinderen. Als doopouders en als gemeenteleden hebben we niet alle wijsheid in pacht. Wat is het dan heerlijk dat je mag gaan naar een God die wel alles weet. Die ons doorgrondt en die ons wil vullen. Tegelijk kan er vanmiddag zomaar iemand in de kerk zitten die zegt: ja, dat vind ik nou lastig, weet je. Want ik vind het moeilijk. Want ja, ik bid wel eens. En ik denk wel dat ik mijn mond open doe. Maar het gaat niet zoals ik graag wil. Weet je, dan kan ook bij jou gebeuren wat de Heer deed in Psalm 81 vers 8. Want het laatste stukje van vers 8 zegt de Heer tegen het volk: ik beproefde u bij het water van Meriba. Ik testte jullie. Jullie hadden dorst en er was geen water. En ik liet jullie merken. En waar vertrouw je nou op? Waar richt je je nou op? Hij beproefde ze. En Mozes, hij sloeg op de rots. En er kwam water. Nou, misschien heb je ook wel eens last van een Meriba. Meriba betekent twist. Twistwater. Ruzie. Onrust. Dat het niet gaat zoals je graag wil. En dan zegt deze psalm. Dan zegt de Heere: doe je mond nou maar wijd open. Zing het dan ook maar, heel concreet. Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. En besef dan ook, het is niet alleen een bevel. Maar het is ook een belofte. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Doe je mond wijd open. Ik zal hem vullen. Zegt de HSV. De Statenvertaling zegt vervullen. Helemaal vol worden, helemaal doortrekken. Dat is niet maar een klein beetje. Nee, dat doortrekt je leven. Ja, maar wat dan? Ik zal je vullen. Maar waarmee vult de Heer je dan? Nou ja, als je deze psalm goed leest, dan proef je dat de Heer duidelijk wil maken: ik wil jullie iets geven wat jullie niet kunnen vinden bij waar jullie het nu wel zoeken. Want het gaat over afgoden, vers 9 en vers 10. Vers 9 en vers 10, daar lees je: mijn volk, zei ik, luister. En ik zal onder u getuigen, Israël. Als u naar mij luisterde, er mag onder u geen andere God zijn. U mag zich voor geen vreemde God neerbuigen. Ja, dat was het punt. De Heere God, die ziet die Israëlieten. En hij ziet dat ze zich neerbuigen voor Baal. Dat ze het verwachten van Astarte. Dat ze wat verwachten van Moloch of wat voor goden er ook zijn. Maar zegt de Heere, als je nou werkelijk vervulling wil in je leven. Vervulling die rijker is dan wat je werk je kan bieden. Vervulling die groter is dan wat jouw huisje kan geven. Vervulling boven dat wat je kunt bereiken. Dan moet je bij mij zijn. Want goden zijn eigenlijk alleen maar stomme goden. Je kent toch wel de geschiedenis van Elia, toch? Elia met al die priesters, al die Baalpriesters op de Karmel. Wie antwoordt er? Jullie als priesters mogen wel eerst. En hoor je ze roepen, die Baalpriesters? Antwoord ons! Ze roepen, ze schreeuwen, ze dansen, ze snijden zichzelf, ze raken in extase. Maar Baal antwoordt niet.
Elia drijft er zelf de spot mee. Harder roepen, misschien helpt dat. Misschien is dat wel de manier. Maar het helpt niet. En dan Elia, die naar Gods belofte roept. Heer, antwoord mij. Antwoord mij. En die Heere antwoordt wel. Als je deze psalm leest, dan kijkt de Heer je aan. En dan zegt hij, je kunt in deze wereld kun je zoveel goden en afgoden hebben. Zoveel dingen waarmee jij je kunt vullen. Waarmee jij denkt, ja, daar kan ik wat mee bereiken. Dat geeft voldoening. En dan kijkt de Heer je vanmiddag aan en dan zegt hij, wil je nou echt vervuld worden? Wil je nou echt vol zijn? Kijk dan nog eens naar het doopvont. Zo zeker als het water over het hoofdje van die drie kinderen ging. Zo zeker wil de Heer Jezus onze zonden vergeven en eeuwig leven geven. Zo zeker als dat water ging over het hoofdje. Zo zeker wil God de Vader zorgen als een vader voor kleine en grote kinderen. Zo zeker wil de Heilige Geest ons vullen. Dat vind je nergens in deze wereld, behalve in het woord, bij God, in de kerk. Deze God, die komt via zijn woord vanmiddag tot ons en hij kijkt ons aan en zegt, dat gun ik je nou. Dat je echt vervuld bent. En ik heb je zoveel te geven. Doe daarom je mond wijd open. Wijd. Doe je mond nou maar open, want ik vul je echt. Is dat nou ons verlangen? Zou je vervuld willen worden door deze God? Zou jij willen ontvangen wat deze God je geeft? Mag de Heere jouw hart volmaken met zijn liefde? Mag zijn genade jou binnenkomen? Mag zijn goedheid, zijn trouw, zijn volharding jouw leven binnendringen? Mag het waar worden wat de Heere in zijn woord zegt? Word vervuld met de Heilige Geest? Mag dat? Word vervuld, dat is niet iets wat je zelf kan doen. Ik vul mezelf met de Heilige Geest, maar word vervuld, daar zit iets in van, ik zorg ervoor dat de dingen die dat tegenstaan, die voorkomen dat ik gevuld ben met de Heilige Geest, ik zorg dat die steeds minder ruimte krijgen. Mag de Heer je vullen? Kan er zomaar iemand zijn die zegt, dat vind ik toch nog best wel lastig. Ik heb daar moeite mee. Want weet je, ik zocht het zo vaak op de verkeerde plek. Ik heb jarenlang zoveel uren gewerkt, dominee. Ik heb zoveel tijd gespendeerd aan dit en aan dat en mijn huis. En weet je waar ik achter gekomen ben? Dat ik het zocht op de verkeerde plek. Ja, als een hert dat verlangt naar water, verlangt mijn ziel naar, ja, van alles wat. En dan hoop ik dat je erachteraan zegt, maar ik vond het daar niet. Maar nu, hier, vanmiddag in de kerk, zoals een hert dat verlangt naar water, verlangt mijn ziel naar u. Want u alleen kunt mijn hart werkelijk vervullen. U alleen. En nu geef ik mij geheel. Snapt u dat? Begrijp je dat? Zeg ja, dat wil ik ook. Tegelijk, als je vanmiddag in de kerk zit, kan dit ook nog wel op afstand blijven. Dat je zegt, ja, ik weet wel dat de Heer mij kan vervullen op een manier, ja, die vind ik niet in deze wereld. Maar ja, ik bid en ik ontvang niet. Ik zoek er wel naar, maar ik voel me vaak zo leeg. Het is vaak zo weinig geestelijk leven bij mij van binnen. Het is vaak zo dor en doods. Heb je er last van? En nu? Laat me daar eens even op ingaan. En jou een vraag stellen. Als jij zegt, ik voel me soms zo dood, zo leeg van binnen. Mag ik je dan vragen, bid jij wel goed? Bid jij wel goed? Hoe bedoel ik dat? Nou, Jacobus die zegt, u krijgt niet omdat u niet bidt. Ja, u bidt wel, u doet uw mond dus wel open, maar u ontvangt niet. Waarom dan niet? Omdat u verkeerd bidt. Je kunt dus verkeerd bidden. Hoe kan dat dan? Nou, zegt Jacobus, omdat u bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Je bidt wel om vervulling, je bidt wel om dingen te ontvangen van de Heere, maar je bidt niet om te leven met God. Niet om vanuit die vervulling nou te leven tot zijn eer. Je hebt je
je ogen gericht op jezelf. Bid je misschien verkeerd? Je mond zegt het, maar je hart gaat compleet de andere kant uit. Nou zegt er iemand, ja, daar heb ik geen last van. Ja, misschien wel soms, maar daar zit ik nu niet mee. Ik worstel er nu mee dat ik die periode van oppervlakkigheid ben ik kwijt. Maar ik ben nu juist iemand die zegt, ik wil die vervulling van u wil ik ontvangen. Maar het lijkt op afstand te blijven. Mag ik je dan nog een keer iets laten zien van Elia? Ja, Elia die riep om vuur. Heer, antwoord mij. En er was vuur. En daarna moest hij gaan bidden om regen. Hoeveel keer ging die knecht omhoog voordat hij een wolkje als eens manshand zag? Ja, terwijl kinderen zijn die dat weten. Hoeveel keer ging hij omhoog? 7 keer, hè? Het duurde 7 keer. Daar moest Elia volharden. Of wat te denken van die Canaanese vrouw. Ze leek afgewezen te worden door Jezus. Maar ze moest volharden. Wat te denken van de apostelen. Ik geef jullie de belofte van de Heilige Geest. Ga er maar om bidden. Hoe lang duurt het na de hemelvaart? 10 dagen. De Heer vraagt soms volharding. Maar we mogen bidden in het besef. Wat de Heer belooft, dat doet hij. Hij kan en wil en zal zijn belofte vervullen. Ja, zeg je. Ik ben zo iemand die er wel om kan vragen. Maar dominee, als je zou weten wat ik heb uitgesproken. Ik heb echt dingen gedaan die niet goed zijn. En ik heb me gevuld met dingen die nog jarenlang op mijn netvlies zullen blijven. Ik zal het misschien nooit meer kwijtraken. Het achtervolgt me wat er is gebeurd in mijn leven. En ik weet niet of God mij wel wil vullen. Of ik zijn liefde mag ontvangen. Of ik zijn kind mag zijn. Dan moeten we nog eens even met elkaar de stap zetten naar het derde. We gaan van het bevel naar de belofte, naar het beklag. Moet je eens even indenken wat de Heere God in vers 12 zegt. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Weet je welk beeld dat oproept? Van een moeder dat het verdrietige kind tegen zich aan wil drukken. Maar het kind schopt zich los. Nee, mama. En trapt erop het hart. Ja, wat moet je soms doen als ouders als je kinderen zo hard tegen je optreden? Dan laat je ze gaan. Hoe laat je ze dan als moeder gaan? Ja, met pijn in je hart toch? De Heere ook, vers 13. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Ja, als je dan echt niet wil, als je dan toch wil gaan, als je dan niet wil luisteren, niet je mond wil openen, nou, doe het dan maar op je eigen manier. Hoe komt dat eerste woordje van vers 14 op u over? Als de Heere daar zegt, och, och, dat is een harde pijn. Een kreet vanuit je ziel, afgewezen. Och, het is de Heere God die dit tegen zijn volk zegt, hè. Och, hadden jullie maar. Het deed me denken aan Jezus. Jezus die zegt, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik jullie bijeen willen vergaderen als een hen naar kuikens. Maar u wilde niet. Ik wilde je God zijn. Ik wilde je vervullen. Ik wilde je nabij zijn. Maar je wees mij de deur. Kijk, het kan vervelend zijn als jij iemand om verkering vraagt, maar je wordt afgewezen. Het kan heel pijnlijk zijn als je afgewezen wordt als je solliciteert voor een functie. Het kan je diep verdriet geven als je als man of vrouw afgewezen wordt, als vader of moeder de deur gewezen krijgt. Och, maar dan God. God die ons gemaakt heeft, die de deur dicht moest doen in het paradijs. Maar die tegelijk zegt, doe dan de deur van je mond nou open, want ik wil luisteren naar je. Als die dan tegen jou moet zeggen vanmiddag, och, had dat nou toch eens niet gedaan. Weet je wat ik zo bijzonder vind in deze psalm? Is dat er niet 1, niet 2, maar wel 3 keer staat, mijn volk. Heere God, wilt u dat volk, wat u zo bevrijd heeft, maar wat u de rug toegekeerd heeft,
wat zich niet wil laten vullen. Wilt u dat mijn volk noemen? 3 keer, vers 9. Mijn volk, zei ik. Vers 12. Maar mijn volk heeft. Vers 14. Och, had mijn volk. En zo is God. Hij spreekt nog steeds over mijn volk. Misschien zit je hier en zeg je, ja, ik liep ook weg. Weg bij God. Ging mijn eigen pad. Bepaalde mijn eigen plan. Wilde mezelf vullen. Dan is de Heer die tegen je zegt. Mijn volk. Als je gedoopt bent. Ik heb mijn naam en jouw naam verbonden. En deze Heer kijkt ons vanmiddag allemaal aan. Hij kijkt je tot in je hart. Hij weet waar je moeite mee hebt. Waar het schuurt. Wat je pijn doet. En hij zegt, kom dan maar mee voor de dag. Open je mond en ik zal hem vullen. Doe dan vanmiddag toch alsjeblieft niet alsof we bij de tandarts zitten hier in de kerk. Nou, noodzakelijk kwaad. Zo snel mogelijk voorbij. Doe niet alsof je een lepel met spruitjes onder je neus gedrukt krijgt. Maar wees dan vanmiddag als die vogeltjes in dat nestkastje. Zeg ja, heren. Wat u mij wil schenken, dat vind ik niet op deze aarde. Maar ik kan niet zonder. Kijk, het is heerlijk als je zo je mond mag openen. En mag merken dat de Heer je vult. Maar als jij de deur dicht houdt, als jij voor eeuwig de deur dicht houdt, dan zal jij een keer moeten zeggen, och, och, had ik mijn mond maar eens open gedaan. Och, had ik dan maar tot de Heere geroepen en gezegd, Heere, hier scheelt het aan en daar scheelt het aan. Och, had ik maar. Dat zal toch niet zo zijn dat van iemand van ons dat gezegd zou moeten worden. Dat het een eeuwigheid och zal zijn. En daarom vanmiddag nog 1 keer. Doe uw mond wijd open. Dat is een bevel van God die zegt, mijn volk. Dat is een belofte. Heer, ik zal jullie vervullen. Meer en meer. En als je denkt, ja, ik weet niet of het ook voor mij is. Hoor dan dat beklag van de Heer. Ik zou het zo graag willen geven. Tot slot, om de preek te gaan afronden. Als je zo je mond opent en kom bij de Heer met al je schuld, je zonde, je sores, je zorgen, met alles wat er bij je boven komt. En je wordt vervuld van Hem. Dan kan het niet anders. Of ook het begin van deze psalm wordt iets van je hart. Deze psalm die begint toch met een loflied op de Heer. Zing vrolijk voor God, onze kracht. Juich voor de God van Jacob. Juich voor de God van Jacob. Jacob, hielenlichter, bedrieger. Ja, God wil een God van zulke mensen zijn. Geef hem de eer, de lof, de aanbidding. Want hij wil een God zijn van mensen die zo vaak voor afgoden kiezen. Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen. De lieflijke harp met de luid. Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. En laat bij ons thuis, bij ons in de kerk, regelmatig de lof op de Heere klinken. Uit onze mond. Laat onze kinderen maar horen. Via onze mond. Via de speakers die we hebben. En laat ons leven een leven zijn. Waarin we kunnen zeggen, ja, in deze middagdienst kunnen wij zingen. Ik heb mijn mond begeerig open gedaan. En daarom, dan vloeit mijn mond ook over van uw eer. Amen.
Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan? Ja, Heere, wij komen tot U. Tot U, die God die zich bewezen heeft als een genadige God. Als een God die zich verbindt met mensen die er totaal geen recht op hebben. Mensen zoals wij. Heere, wij belijden U dat we vervulling soms op de verkeerde plek zoeken. Soms ook hardnekkig zijn in het zoeken de verkeerde plek. Vergeef het ons, Heere. En vul ons met Uw liefde, met Uw genade. Vervul ons met Uw Heilige Geest. En laat ook werkelijk ons leven binnen mogen trekken. Alle hoeken en gaten van ons leven. Heer onze God, U weet dat in deze tijd veel op ons afkrijgen. Dat veel dingen onze aandacht vragen. U weet, Heer, wat er leeft in ons hart. Maar geef dat met alle drukte in ons leven. Dat we U niet zullen vergeten. En niet zullen vergeten dat er werkelijke vervulling te vinden is bij U alleen. Heer onze God, U weet, Heer, van de gebrokenheid in ons leven. U weet wat ons kan weerhouden om echt te bidden. Bewaar ons ervoor dat het U ons geeft. Zullen gebruiken voor onze eigen hartstochten. Bewaar ons ervoor dat we ons leven niet aan U willen geven. Heere, vul ons met Uw liefde en trouw. En laat het ook zichtbaar worden in de huizen waar we wonen. Heere, zegent U ouders, grootouders. Zegent U ons, we oud en jong zijn. Hebben Uw zegen nodig. Heere, vul de jongelui ook als er vanavond nog JV is. Geef een goede ontmoeting met elkaar. Zegen de gesprekken. Geef dat ze alle gevuld mogen worden. Niet alleen met hun magen met voedsel, maar hun harten met wie U bent. Heer onze God, als er onder ons nog zijn die de rug toekeren. Geef dat ze onder de indruk mogen raken van wie U bent. En geef dat wij mogen getuigen in deze wereld. En de mensen om ons heen. Hoe goed U bent. Hoe genadig U bent. En geef dat niemand van ons zal hoeven te schrikken. Als het moment aanbreekt dat we voor Uw rechterstoel zullen verschijnen. Heere, zegent U ons richting de komende week met alles wat er mag plaatsvinden. Mocht het beginnen met Uw woord in Uw huis, verbonden rondom wat U ons te zeggen heeft, gaat U met ons mee. Werk, als we pensioen hebben, op school, in alle dingen die onze aandacht vragen, Heere, gaat U mee. Geef ook in alle kerkelijke activiteiten Uw zegen. Geef zo dat deze plek ook een plek mag zijn, waar we keer op keer gevuld mogen worden. Gevuld om de week weer in te kunnen. Heer onze God, wees ons zo genadig en nabij. Wij vragen U dit en wij danken U dit. Wij brengen U de lof en de dank om wie U bent en om wat U heeft gedaan. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Nu, ja tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Ik herinner u nog aan het geven van de gave op het digitale wijze. We hebben met elkaar gehoord hoe de Heere zegt, doe je mond nou wijd open. Nou, ook onze slotzang mag daar een reactie op zijn. Ik zal met hart en mond, dus ik open mijn hart en mijn mond, uw naam verhogen en uw eer. Ze lof bij de Heere brengen. Psalm 30, het eerste en derde vers.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.